Hans van Breukelen, de nieuwe technisch directeur van de KNVB. Moet dit de ambitie weer zijn? Dat is een prachtige doelstelling. Daar gaan we voor, vind ik. Maar dit is historie. Het gaat om het nu en de toekomst. En daar gaan we met z'n allen keihard voor werken. Ja, het is altijd keihard werken en met z'n allen en zo. Maar kijk, ik vind het... Dit is een soort promofilmpje zoals je ze bij Harry Mens ziet. Ja, het is gewoon zielig. Het kopen van een keuken moet een feest zijn. Ja. Weet je wel, ook zo'n idioot die altijd daar zit te roepen altijd. Het is net zoiets, dit. Nee, maar wij moeten, ja, je weet het, wij moeten altijd lachen om Van Breukelen. Het is helemaal geen kwaaie man. Nee, het is geen kwaaie man. Maar hij is niet van deze wereld en hij overschat zichzelf geweldig. Hij wil graag iedereen vertellen hoe je in het leven moet staan, terwijl hij zelf daar de grootste moeite mee heeft. Maar in ieder geval, voor deze functie is hij totaal ongeschikt. Je kijkt toch wel, hoop ik, hè? Ik zou het voor geen goud willen wissen. Gisteravond noemde Ruud Gullit hem onbetrouwbaar. Ja, maar dat is hij niet. Ik kan hem niet vertrouwen. Dat is hij niet. Toen belde ik vanochtend Van Breukelen en toen zei ik van, hoe vind je dat? Toen zei hij, ja, Nederland-Zweden, dus willen niks over zeggen. Nee, maar nee, ja, nee. Toen het woord onbetrouwbaar viel, wilde hij toch nog wel iets kwijt. Ja, klaar. Nee, hij is niet onbetrouwbaar. Nee, natuurlijk niet, Johan. Ik vind het wel ongeschikt. Dat is wat anders. Maar ja, dat, ongeschikt, dat maar als er nou toch één lieverd is die nog nooit van zijn leven ook maar iemand geliquideerd heeft. Nee. Gerrits. Dat zijn onbetrouwbare jongens. Van Hooijdonk is een onbetrouwbare gozer. Van Bommel is een onbetrouwbare gozer. Van Marwijk is een onbetrouwbare gozer. Advocaat. Maar advocaat is een onbetrouwbare gozer. Nou, ga nog maar even door. Ja. Hè? Ja, we zijn nu toch lekker bezig. Nee, maar daarom, maar Ruud Gullit zei... Maar Hans van Breukelen is geen onbetrouwbare jongen. Op het moment dat ze aan jouw tafel iets positiefs over mij gaan zeggen... met name die poppensnor... dan ga ik me echt zorgen maken. Ja? Maar dat ben ik echt. Dus hij moet wel door blijven gaan. Ik hoop dat hij dat nog 3 jaar doet. Want dan ben ik er nog in deze functie. Van Breukelen is een ramp voor het Nederlandse voetbal. Een ramp voor het Nederlands voetbal? Ja, maar weet jij dat Hans... weet je waar die wel... Niet dat het mij kan schelen, hoor. Want ik stoor me er niet aan. Maar waar die wel mee op moet passen... is dat hij praat niet meer. Hij geeft constant lezingen. Hij probeert uitleg te geven. Hij geeft constant lezingen. En dan gaat hij er ook dit bij maken. Hij is een zelfbenoemde goeroe. Ja, maar hij geeft constant lezingen. Ja. Dat is niet goed. Je het is een docent. Je kan ook gewoon praten. Ja, maar hij spreekt heel Nederland toe of dat we een stelletje onbenullen zijn. Ja, en het gekke is, als je zo praat als Hans... is er nooit iemand die iets terug zegt tegen je. Jij hebt het wel eens bijgewoond, volgens mij, Marcel, toch? Ik ben er een paar keer bij geweest. De laatste keer was bij een... lezing voor structureel werklozen in het AZ-stadion. Die een gedicht gemaakt met de tekst... Kjeld, je kamer is een vuilnisbjeld. Ja. Maar de zaal lag in de deur. En toen was het klaar natuurlijk. Toen. Dat is goed. Die Kjeld heeft alles opgeruimd sindsdien, die toch? Die is klaar, ja. Jij bent de baas, daar komt het op neer. Ja, honden hebben bazen. Je drukt wel je stempel, dat kun je niet ontkennen. Nee, dat weet ik niet of ik mijn stempel druk. Dat is jouw conclusie. Maar als ik hier binnenkom en ik had gedacht de eerste 3 maanden eens rustig rond te kunnen kijken. Hoe hier hazen lopen, hoe dingen gaan. Ja, dan gebeuren er wel eens een paar dingen en dan loop ik er niet voor weg. Ik vind dat de KNVB, die zou Hans van Breukelen nu op staande voet moeten ontslaan. En als Hans van Breukelen verstandig is, dan houdt hij de eer aan zichzelf. Want het is natuurlijk te gek voor woorden. Is me nogal kwalijk genomen dat ik zo kritisch ben op die Van Breukelen. Ja. En er werd zelfs het woord karaktermoord werd er genoemd. Nou, ik heb hem nu gezien bij Studio Voetbal en de tafel van Kees. En ik heb nu mijn mening wel helemaal rond. Als die man in beeld komt en begint te lullen... krijg ik plotseling overal spontaan jeuk. En ik ben tot de conclusie gekomen... Nee, die niet. Mijn vrouw helaas niet, nee. Wat heerlijk dat je nou staat te lachen, want daar kun je een heel programma volgens mij over maken. Ja. Nou, dan mogen het duidelijk zijn dat we jullie daar geen gelegenheid meer geven om daar 1,5 uur nog eens een keer lekker over door te zagen. Met name die Stoutjesdijk, dat je denkt van... Slechte man. Nou ja, gevaarlijke man. Machtsmanipulatie, nou, wie is het? Inmiddels tenminste. Rini, welkom. Dankjewel. Jij wil mensen raken. Wat bedoel je daarmee? Raak om ze te helpen herinneren dat in de schat van ongekende vermogens die ieder van ons heeft ook een soort trigger zit om er ook iets mee te doen. De verantwoordelijkheid die we allemaal hebben om dat geweldig brein, wat vergelijkbaar is met een Ferrari, ook op zijn snelheid te laten functioneren die daarbij past. Rini, dankjewel.
Rini, dankjewel. Rini, zou jij geweten wat hij zei? Nee, geen enkel idee. Nee, maar als Van Breuken dus ze onder de indruk kwam van deze pseudo-guru... Ja. Dat zegt heel veel over de persoonlijkheid van Hans van Breukelen. Rini, dankjewel. Nee, maar wat dus het mooie is, dit is niet een journalistiek programma. Dit hebben ze zelf ingestudeerd met een cameramannetje. Dit moet de wijde wereld in, want hier gaan we geld mee verdienen. Ja. Kijk, als ik nou de grote technisch directeur was van de KNVB... en die rol wil die graag vertolken, hè, ja. Dan ga ik toch niet het hele land door om te vragen wie moet de bondscoach worden. Dan neem ik die beslissing en dan sta ik ervoor. Ja. Nou, ik zou jou zeggen, ik zit in de tuin en mijn telefoon gaat af. Hans van Breukelen... Ik denk, godverdomme, ik heb het laten gaan. Ja. Ik denk, dadelijk gaat hij vanavond bondscoach weer worden. Rotte Fok, zeg. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dat had ik helemaal niet gek gevonden. Nee, dat had ik helemaal geen zin in. Met Hansi Kraaij als assistent. Nee, en anders, ik denk, anders wilt hij misschien dat die weer dingen gehoord die jij gezegd hebt natuurlijk. Want jij maakt je ook niet populair bij dat soort jongens. Jij, nee. Je moet er eens mee oppassen. Ja, een beetje. Maar later had je de conclusie getrokken. Dat was is hij gevaarlijk dan, die Hans? Nee, maar ik had later de conclusie getrokken. Dat hij mij natuurlijk per ongeluk gebeld had. Want had Gullit natuurlijk moeten hebben. Oh ja. Maar Gijp en Gullit, die zitten natuurlijk heel dicht bij elkaar. Had hij de verkeerde gebeld? Ja. Had hij waarschijnlijk de verkeerde gebeld, denk je niet? Ja, hij nou 5 jaar contract in je zak had. Hoe kijkt u terug op uw eerste maanden als technisch directeur bij de KNVB? Daar ga ik, ik wil graag praten over de eerste 4, 5 maanden. Daar ga ik het rustig over hebben. Want ik zou er nu al een boekje over kunnen schrijven. Nee, maar hij kan toch met weinig mensen praten die daar kennis van zaken hebben, toch? Ja, dan moet je een grote jongen zijn, hè? Dan neem je zelf de beslissing. Maar Hans van Breukelen de beslissing is eentje laten nemen. Ja, hij neemt alleen verkeerde beslissingen, maar als je daar zit en je wil zo graag die rol vertolken, nou, vul hem maar in ook dan. Ik ga er even bij staan. In die zoektocht... ben ik eigenlijk ook wel weer, zijn er een bepaalde nieuwe vensters voor mij opengegaan. Met name de laatste jaren, en dat is ook op die zoektocht naar de bondscoach voor mij heel erg duidelijk geworden, dat er eigenlijk geen afstand meer is tussen enerzijds journalisten, coaches, spelers, zaakwaarnemers, tv-commentatoren. Het lijkt steeds meer alsof één kussen ligt te slapen. Ik heb me daarover verbaasd. Dat hij voor zijn gevoel de man was dat hij het zou gaan worden. Maar jij zegt dus dat Henk ten Katen liegt. Dat is wat je eigenlijk zegt. En dan zeg je ook dat Martijn Krabbe dan dus liegt. Nee, beste Wilfred. Je hebt dat artikel gelezen, neem ik aan, toch? In de VI. Ik heb het artikel gelezen, daar staat gewoon letterlijk in dat je toegeeft dat je een toezegging hebt gedaan. Ja. En er heeft iemand meegeluisterd, die zit daar. En die heeft het opgeschreven. Ja. Dus dan zeg je dat twee mensen het niet goed verstaan hebben. Nee, ik zeg dat het mijn perceptie is, dat ik het nooit zo gezegd heb. Wat is de ideale combinatie? Dat vind ik ongelooflijk belangrijk, omdat ik in duo's denk. Ja, ik zou heel eerlijk zeggen, Hans denkt in duo's. Ja. Ik heb heel lang in trio's gedacht. Ook niks mis mee, of wel? Ik hoor je net zelf zeggen dat je jezelf een professional vindt, maar het oogt allemaal heel onprofessioneel tot nu toe wat je doet. Vind je dat zelf ook niet? Dat is een vraag voor jou, Wilfred. Dat mag jij beoordelen. Waar denk je dat je nog steeds geschikt bent als technisch directeur bij de KNVB? Dat is een hele simpele vraag. Nee, maar dat begrijp ik. Omdat blijkbaar de mensen in mijn omgeving daar nog steeds alle vertrouwen in hebben. Schamen jullie je niet een beetje zoals het allemaal gaat? Nee, ik schaam me niet. Het is een professionele organisatie, maar alles ligt op straat, alles gaat mis. Ja. Zo dan moet je er op een gegeven moment ook voor schamen. Zo lijkt het, ja. Gelijk halen is niet altijd leuk, maar ik heb het al aangekondigd voordat hij begon dat het één grote chaos zou worden. En je kijkt nergens meer van op, want je geeft de man een microfoon en een zaaltje. En, hij gooit er een powerpoint uit, hop. Hij maakte een rotzootje van. En nogmaals, de KNVB die wordt neergezet als een stelletje onbenullen, dan zit er nog... Die commerciële jongen bij. Jean-Paul Dek of zo. Ja, en er kan niemand ingrijpen, want er is geen baas, er is geen raad van commissarissen. Deze idioot die kan doen en laten wat hij wil. Hij kan niet tot de orde geroepen worden. Er is niemand. En er is er één die zichzelf wijsmaakt dat hij boven alle partijen staat en dat hij het in landsbelang doet en dat hij hartstikke goed bezig is. En dat is Hans van Breukelen, maar dat is ook de enige Nederlander, hoor. Steek even een vinger op, wie is er van Hans van Breukelen? Nee, niemand? Hans van Breukelen. Hij gaat vertrekken, nu alweer bij de KNVB. Ruim een jaar in dienst.
en nu al voorbij. Maar eigenlijk is dat ook onvermijdelijk natuurlijk. Totaal ongeschikt voor zijn functie, hoe lullig dat ook klinkt, want het is een bijzonder aardige man. Maar je moet weten wat je kan, maar vooral wat je niet kan, en dat gold zeker voor Hans van Breukelen. Ja, weet je, en ja,